Het Nationale Kunstbeurs Kinderevent 2017 is vandaag officieel van start gegaan. Bij deze activiteit mogen leerlingen van verschillende scholen kunstactiviteiten ontplooien. De directeur van cultuur Elvira Sandy heeft het start zijn gegeven voor dit event. Honderden leerlingen hebben zich uitgeleefd met tekenen, schilderen en inkleuren. De leerlingen waren enthousiast en hadden het heel erg naar hun zin. Cultuurdirecteur Sandy zegt dat kunst een bijdrage levert aan de geestelijke ontwikkeling van de mens. Daarnaast laat kunst je beter presteren op school, geeft zij aan. Want kunst laat het creatieve in je, laat je hersenen werken, maar dan anders werken. Dus het is heel kleurrijk om me heen. En ik vroeg zo net ook aan een paar kinderen die bezig zijn met een bepaalde techniek hier. En sommigen zeiden voor het eerst doen ze dat. Wel, het is altijd de eerste keer. Maar wanneer je straks gaat kijken naar al de kunstwerken. En wanneer je zo bezig bent en kunst creëert. Want wat je doet, je creëert kunst nu. Je maakt kunst. En als je die kriebel voelt van, eigenlijk wil ik dat doen, boy. Wanneer je binnenkomt en je ziet dat mooie schilderijen en de beelden. En je denkt ergens in jezelf. Je voelt ergens, je krijgt het gevoel van, ik denk dat ik het ook kan. Nola Hatterman Instituut is er. Nola Hatterman Instituut is er. De Academie voor Hoger Kunst en Cultuur zijn er. Maar ook op het IOL heb je de afdeling Beeldende Kunst. Het ministerie van Onderwijs is dus echt bezig om ook dat gedeelte te integreren in het curriculum. Je kan het dus worden. Je kan kunstenaar worden. Wat je vandaag doet. Als je het leuk vindt, weet dat je hier verder je brood mee kan verdienen. Elvira Sandy, directeur van cultuur. Het Nationale Kunstbeurs Kinderevent 2017 is vandaag officieel van start gegaan. Het evenement is dagelijks van 6 uur tot 9 uur 's avonds toegankelijk voor publiek.